goedemiddag. We zijn voor de aanhaal richting het centrum. Kunnen wij zo de brug passeren? Het was wel weer een bijzondere ervaring in Mantrum, onverwacht. Dat we in aanraking kwamen met een van de voorouders van Mata Hari. Dat hoorde ik van de havenmeester, dat er toeristen in de haven liggen en die vroegen waar het gastrapoortje was. Wij zijn Pieter en Marieke en dit is onze boot. Meestal varen we in Friesland. Hoi darling, we gaan terug. Kom binnen. Maar als we vakantie hebben, toeren we door heel Nederland. Het liefst zo ver we kunnen komen. Vandaag varen we van Leeuwarden over het laatste restje van de lang geleden verdwenen Middelzee. Via Mantrum naar het waterhart van Friesland. Maar eerst nog even Leeuwarden bekijken. Nou, die kant op? Nou, ik wou zo ver mogelijk van die airco-installatie van Tresor vandaan liggen. En liefst ook aan die kant van het park, want... Aan deze kant is het vaak al rustig, hè? Ja. Ja. Ja, dus we gaan een stukje terug. En het gaat regenen. Ja. Kijk, Chinees van Kota Raja. Tadaa. Staat die scheef, hè? Nou, enorm. Er zit een soort kronkel in, hè? Ja. Ga je mee erboven? Nou, geestelijk. Dit keer niet fysiek. Ik ben er al zo vaak bovenop geweest. De Oldehove, dat is in Leeuwarden een begrip. Je kan er niet zonder. Ik zelf ga nooit op vakantie, want ik wil de Oldehove elke dag altijd zien. Wat is er nou misgegaan dat die toren zo scheef staat op dit moment? Dat komt omdat ze de toren half op een terp hebben gebouwd en half ernaast. Precies op die scheiding tussen stevige grond en slappe grond. En dat schuin staan van de toren, dat hebben ze tijdens de bouw ook al gemerkt. Want na 10 meter bouwen had de bouwheer dat in de gaten. Toen hebben ze de toren opnieuw in het lood gezet, waardoor er een beetje een slag in zit. Hij is een beetje banaanvormig. Op 40 meter hoogte zijn ze gestopt. Het geld was op om verder te bouwen. De toren was scheef. Sindsdien zitten wij met een torenstomp die toch jaarlijks met 25.000 bezoekjes wordt vereerd. Zo had hij moeten worden, zien we in Frieslands eigen schatkamer Tresor. In de catacomben van het historisch centrum vinden we zelfs nog een gebouw dat nog ouder is dan de Oldehove. Dus dit is hem? De oudste boerderij van Leeuwarden, die stond op de terp van Oldehove, vlakbij waar nu de mooie scheve toren staat. Dit is dus echt lang geleden voordat de Oldehove werd gebouwd. Ja, we praten ongeveer 2000 jaar geleden. De tijd dat de Heer Jezus werd geboren, zullen we zeggen. Of de Romeinen tot hier naartoe oprukten. Kijk, dit is leuk. De kaars van de Oldehove. Ja, is die wel scheef? Hij is hartstikke scheef. Ja. Zo, de trofee is weer binnen. Ons eigen alternatieve Elfstedenkruisje. Dat we in navolging van de schaatsers in alle Friese steden proberen te scoren tijdens onze eigen Elfstedentocht. Welke plaatsen moeten we nu nog? We moeten nog Stavoren, Hinderlopen, Bolsward, Sloten, Dokkum en ook nog Sneek. Na een lekkere lunch op een boot in de gracht naast de Nieuwstad vertrekken we dus naar Sneek. Lekker weer, hè? Het is fantastisch vandaag. Heerlijk. En morgen wordt het weer anders. Oh ja? Ja. Grauw en grijs. Nou, geniet ervan. Goedemiddag, zijn we aan de aanhaal richting het centrum.
wij zouden de brug passeren. Dat is 5 minuten, dat is een mogelijk overheen. Dank u wel. De varen Leeuwarden uit via aan elkaar geknoopte waterwegen, waarvan er één het Galgenrak werd genoemd. Die galg heeft lang geleden plaatsgemaakt voor woonwijken en industriegebied, langs het Van Haringsmakanaal, dat we een klein stukje volgen om daarna stuurboord uit te gaan. Achter de bruggen ontvouwt zich de Zwette, het enige overblijfsel van de enorme Middelzee, die heel vroeger dwars door Friesland stroomde. De zeearm is al lang geleden ingepolderd. Het enige waaraan je de omvang van de Middelzee nog kunt zien, zijn de plaatsen op het oude land, als Dijmen, Reduzum en het terpdorp Mandchum, ons doel van vandaag. We varen er naartoe over een aftakking van de Zwette, de Mandchumervaart, die na een paar flauwe bochten kaarsrecht door het voormalige Kwelderland stroomt. Het is een klein, maar bijzonder plaatsje, dit Mandchum, met als middelpunt de Terp, met daarbovenop de Mariakerk. De kerk heeft een opvallend rijk versierd interieur en dat is geen toeval. In Friesland komt het fenomeen voor dat heel veel kerken landerijen bezitten. En dat waren uiteindelijk landerijen die de kloosters toebehoorden. En toen die kerken zijn overgenomen, toen hebben heel veel kerken die landerijen ook mee overgenomen. Sommige kerken zijn echt hartstikke rijk. En Mandchum is er eentje van. En die stelden er echt prijs op te pronken met de rijkdom die ze hadden. Ze hebben eigenlijk bovengemiddeld veel geld uitgegeven toen de tijd aan het interieur. En omdat het zo mooi is, hebben ze het ook zo kunnen bewaren. De kerk is gewijd aan de heilige maagd Maria, maar blijkt ook een link te hebben met een heel ander soort vrouw, de bekendste spionne uit de geschiedenis. De overgrootvader van Mata Hari die heeft alle houtwerken gesneden in zijn werkplaats in Leeuwarden en per boot hier naartoe gebracht en hier in de kerk in elkaar gezet. Dus Hermanus Berkenbijl, de overgrootvader van Mata Hari. Niet alleen de kerk herbergt verhalen. Ook achter de gevels van de monumentale huizen in dit pittoreske dorpje schuilen geheimen van rijke boeren en renteniers. Voor die verhalen komen we nog een keer terug. Het was wel een bijzondere ervaring in Mandchum. Dat had ik niet verwacht dat we daar nog in aanraking zouden komen met een van de voorouders van Mata Hari. Ja, echt. In Mandchum. Ja. Maar ja, het was natuurlijk ook gewoon een Friezin, hè? Ja. Weet jij nog ongeveer wat zij op haar kerfstok had? Want ze is toch gefusilleerd, hè? Ja, in de Eerste Wereldoorlog. Ze werd beschuldigd van spionage, volgens mij voor de Duitsers. Het was een danseres. Ja, een danseres. Er werd ook wel gezegd volgens mij dat het een dubbelspionne was. Allemaal een beetje mistig gebleven. Dus het verhaal is nooit helemaal opgehelderd. Wat fijn toch dat het weer zo is omgeslagen, hè? Ja, heerlijk. Net als een sneek binnenvaren. Ja. Echt een cadeautje. Ja.
Ja, geef de boodschappen maar aan hoor. Ja, dankjewel. De waterpoort is het symbool van Sneek. Heel af en toe mag je hem van binnen bekijken. Het gebouw als zodanig had niet echt een functie. Het had ook soberder gekund. Maar hier wilde Sneek echt uitpakken. Nou, dat is gebeurd. In 1613 is dit gebouw uit het zand gekomen, hallo. En nog steeds het kenmerk van Sneek, de waterpoort. Het grappige is, ik vind het allemaal een mooi verhaal. De waterpoort wordt vaak gebruikt door, ook door bedrijven. Bijvoorbeeld het bedrijf Gastra, kent u wel waarschijnlijk. Ja. En de zeilen en de kleding. En er zijn nu, dat hoorde ik van de havenmeester, dat er toeristen in de haven liggen. En die vroegen waar het Gastra-poortje was. Oh. Dus die draaiden het om. Die dachten dat wij de waterpoort gepikt hadden van Gastra, maar het was andersom. Ja. Je moet je voorstellen ook dat hier de poortwachter, die woonde hier, die had hier oom, die mocht vrij wonen als hij op tijd de poort open en dicht deed. En hier woonde die met zijn gezin. Vrij klein. Wat ook interessant is nog wel, is de klok, het uurwerk. Hierachter kun je dat zien, hoe dat al die radertjes erin zitten. Maar de klok loopt 5 minuten voor. Dat is ook nog een restant of een overblijfsel uit de periode dat de poortwachter de poort dicht moest doen s'avonds. Ja. En dan deed hij hem dicht om 10 uur en dan stond er toch nog weer iemand voor de poort die erin wilde. Dus toen dacht die poortwachter, weet je wat, ik zit die klok 5 minuten voor. Als hij dan de klok horen slaan, dan weten ze, als ik nou snel ben ik nog op tijd om 10 uur binnen te zijn. Kijk, 5 minuten voor. Hoor je? 5 minuten voor. Bijna had hij er niet meer gestaan, want hij werd te klein voor de steeds grotere schepen. Maar inwoners met historisch besef konden de sloop van de waterpoort voorkomen. Sneek is natuurlijk meer dan alleen die poort. Je hebt er het mega populaire watersportevenement de Sneekweek. Maar ook de binnenstad met zijn monumentale gebouwen is een feestje. Het is best een leuk uitzicht hier. Kijk, hier staat dat dit een van de meest opvallende gebouwen van Sneek is. Ja. De Martinikerk staat op een terp. En vroeger heeft hij 3 torens gehad. 3? En die middelste is in 1681 ingestort. En toen is die herbouwd zonder de torens. En je kunt de contouren van de torens zien aan die verhoogde stukken. En wat we als trofee hebben gescoord? Kijk, King Pepermunt. Heb ik in de grijs verleden ooit gewerkt. Welke Elfstedenstad we de volgende keer aandoen? Dat zie je binnenkort op dit kanaal. Steun ons met een duimpje omhoog of met een gift via de knop bedankt, waarmee wij onze videoapparatuur up-to-date kunnen houden. Super dank daarvoor. En natuurlijk iedereen bedankt voor het kijken.